Hallo lieve mensen van het internet, wat is het weer een heerlijke dag vandaag. Nou, we hebben een druk schema komende week. Die opa en oma komen gezellig bij ons logeren. Daar heb ik heel veel zin in. En dan gaan we lekker barbecuen met dat heerlijke weer. En dan gaan wij komend weekend ook nog een keer naar Noordwijk. Toch? Wat is er aan het strand, is dat toch? Ja. En dan gaan wij nog een keer naar Efteling. Maar waarom gaan we naar Noordwijk? Want dan gaan we naar, hoe heet die nou ook weer? Martien. Hallo lieve mensen, dit is weer het vrijdagmiddagfilmpje. Daar gaan we heen. Oké. Okay. Nou, dag! Fijn weekend! Dag! Dat doet hij altijd. Oké. Okay. Jeetje, heeft iedereen soms de... Ik rij lekker aan de verkeerde kant hier tussen. Keurmonnen zeg. Iedereen zie ik op me afkomen rijden. Maar wij hadden bedacht dat wij willen toeristjes spelen in eigen land volgende week en komend weekend. Dus wij zitten te bedenken wat we allemaal willen gaan doen. Ja, wat we eigenlijk allemaal wilden gaan doen. Nou, we hebben zoveel punten bedenken dat we gewoon eigenlijk al een week vol hebben gepland. Als we zoveel hebben en zo. Wij willen naar Volendam. Mama wil naar Rotterdam. Waar wilde je, wat wil je ook weer doen? Alexander. Alexander in Boomal wil zijn. We gaan nog naar Oranje, dus we gaan strandjes onveilig maken. Wat is er nou nog meer? Naar Volendam? Kaatsheuvel, Utrecht. Wel naar Utrecht, maar mama wil naar Ikea. Ja, voor jou ook. Oh ja, voor mij. Ik wil een nieuwe kledingkast in mijn kamer. Ik zat nog steeds te bedenken wat ik met mijn kamer wil doen. Misschien moet ik dat bed schuin gaan zetten. Ja, maar dat hoeven we nou nog niet. Dat gaan we straks wel eens even verder voorzien. Ja. Wat hadden we nou allemaal? Oranje, Noordwijk. Volendam hadden we al gezegd. Volendam hadden we al gezegd, ja. Oranje, Rotterdam, Utrecht, nou, Noordwijk, Oranje, zes dingen. Alexandria, Utrecht, Volendam en Kaatsheuvel. Ja, zes. We zijn een beetje ook, ik heb online zitten snuffelen, om een beetje uit te vogelen welke stad welke betekenis nou precies heeft. Van sommige steden weten we het nu. Gouda is de kaasstad. Leiden de sleutelstad. Eindhoven de lichtstad. Wat is dan nog meer? Rotterdam is de havenstad. Ja. Hilversum is de mediastad. En de rest weet ik niet meer. Als jullie ook nog een bekende stad weten die een bepaalde betekenis heeft, zet het hier even onder. Dat is leuk. Dan weten we ook wel wat. De kerstjes zijn er niet meer. Nou, ze zijn bijna niet. Nou, ze pruimen. Pruimen per doos. 2 euro. Een doos pruimen. Een doos pruimen. Jackie. Pruimpjes. Ah. We zitten tenminste in een auto met airconditioning. Centrale portierbegrendeling, die doet het ook niet. Daarvoor gebruik ik deze sleutel. Oh. Oh, die heb ik ook niet. Lol. En de elektrische ramen, dat moest ik steeds zo met een zwengeltje doen. Oh, ja. Die heb ik ook niet. Ja. Bij je vorige auto was dat? Ja, dat had ik wel. Bij je smart was dat? Ja. Kijk, ik zie de mini heb. Verlaat de rotonde bij de eerste afrit. Zo lekker nummer dit. Zullen we een Mac ontbijtje doen? Nee, we hebben al ontbeten. Ja. We kunnen dat terug nog een Mac geven. Want we doen alle. Hey, weet je dat liedje nog wat ik van de week had aangezet met die hamster? Waar we zin in hebben. Ja, nee, die is leuk. Klap, klap, klap. Nee. Jij bent zo lief, zo aardig en zo knap, knap, knap. Applausje voor jezelf en zo knap, knap, knap. Fantastisch, wondermooi, maar wel een beetje dom. Maar dat maakt niet uit, nee, daar gaat het toch niet om. Klap, klap, klap. Dat liedje. Van de week van iemand doorgestuurd gekregen. Ik vind het gewoon heel leuk. Die hamster ook heel leuk. Ik had dat naar mijn pa gestuurd van de week. Ik zeg nou, vind ik echt wat voor jou? Zegt hij ja, ik eigenlijk ook. Ik denk dat ik mijn vader kan lachen. En van de week gaan we weer spelletje doen onderweg naar de Efteling. Dat doen we altijd wie als eerste de torens van de parking kan vinden. Want als wij in de Efteling lopen, dan lopen we altijd... Hoe lang lopen we dan in de Efteling, meestal? Ja. Yeah. 6 uurtjes? Dat kan me niet lopen. De laatste keer liepen we 6 uur lang door de Efteling.
En plus ergens nog een koffie gaan drinken of een drankje of zo. Ja, en vooral in al die winkeltjes kijken. Hé. Hey. Mijn lievelingswinkel van de Efteling is Den Oude Maskramer. Vind ik het heel leuk. Toen ik met mijn nichtje ben geweest laatste keer, dan stond er buiten dat gebouwtje een pauw. Dat was heel raar. Ja, heel raar. Dat is heel mooi. Dat is gewoon leuk. Ja. Het was een heel apart gezicht omdat echt zo die staart weer omhoog is. Dat was een heel apart gezicht omhoog. Je hebt daarna nooit meer gezien. Toen was het pauwtje weg. Flauw. Nou ja. Is die met een ander bezig geweest misschien? Dus. En de hele week weer gewoon prachtig schitterend mooi weer. Je hoeft niet na te denken of dat je een regenjasje aan moet trekken. Of een cape mee moet nemen. Of je paraplu in de tas moet stoppen. Juist dat. Gewoon lekker gaan met die banaan. En vandaag gaan wij Zethovenbos onveilig maken. En met de Transferiumbus, hè? Maar dat weet ik nog niet hoe we dat gaan doen, want ik ga ze vragen. En toen waren we weer onderweg. Ja. En mama is een paar kledingstuk te rijken. Die is heel blij. En wij gaan onderweg naar het stadsvervoer van Den Bosch. De Transferiumbusjes. En normaal heb je voor een busje over chipkaart nodig. En hier kun je gewoon. Je betaalt eigenlijk het parkeergeld van die parkeerplek. En dan heb je ook gelijk eigenlijk je buskaartje betaald. Ja, dan ga je met de bus ga je naar de stad. En dat is dan. Dat je dan je auto niet in de stad hoeft te parkeren. Ja, dat en dan betaal je niet je dure parkeren, Klaas. Je, hoe zeg je dat? Parkeerkaars toch? Ja, parkeerkaars. En wij hebben besloten dat we vrijdag de planning gaan doen, een beetje. Ja, vrijdag opschrijven. Waar mijn moeder net is geweest. Die vrouw heeft dus een baantje bij de Efteling. En die heeft ons een voordeel geboden. Die zei nou, dan ga je vrijdag naar de Efteling, want dan zijn ze tot 11 uur open. Wat ze plots. Kan ik er nou heen? Kan ik een keertje de Aquanura zien in de avond? Heel gaaf. Dat vind ik echt heel gaaf. Maar jij hebt toen met Oud en Nieuw gezien, toch? Niet? Ik vind dat je een leuk stukje, het einde. Ik heb het nooit helemaal gezien. Dus, nou, wij zijn bij het Transferium in Den Bosch of op de terug naar Kostek. Daar ga ik nog een. En toen liepen we in één keer buiten. Hier zit mijn lievelingswinkel. Lush. En wij zijn op zoek naar de yoghurt barn. Maar je wou toch even dat spul kopen? Kan dat ook op de terugweg doen? Nee, want dan gaan we weer die andere straat naar die boekenwinkel. Nou, dan gaan wij hier even de Lush binnen. Zo. We hadden gewoon een ijsje moeten halen. Nou, lieve mensen, dus ik ben vandaag in Lush Den Bosch. Nou, ik zie hier achter mij, ik weet dat Lush niet heel bekend is nog in Nederland. Hier achter mij staan allemaal van de heerlijkste zeepjes van Lush. Deze is mijn favoriet. Hiernaast mij staat wel een medewerker, maar die mag niet in beeld zetten. Draai hem om. Hier zie je bijvoorbeeld een paar van de shower gels en andere producten van de Lush. Zo, ik kwam net uit Lush en nu heb ik een lekkere twister. Woehoe! Dan hebben we weer een kijkertje erbij. Ja, mooi. En mijn moeder zit hier buiten, die zit hier een beetje te eten. Lush. Oh, heel erg leuk. Maar ik ben heel handig, ik loop in Lush net en ik zet mijn camera uit. Ja, dat mag. Ja, weet je, ik heb mij allemaal verteld, dat is gewoon niet gezellig. Bij me. Hier mag staan. Ja, gefilmd door. Hier kan alles. Ja, maar ze bedoelt dat ook de Lush. Goeie, nou, ik ben benieuwd of je ons abonneert. Ja. Dat zou heel leuk zijn. Wil je nog een shout-out geven aan iemand? Shout-out naar de Adaptwisters. En dan heb ik in één keer een hele lekkere snoepwinkel ronde. En dan kwam ik in één keer in een winkel met mijn lievelingssnoepjes. En hoe heet het? Dummy! Hoe heet het die? De snoepboom. Nou, echt de aanrader. In Den Bosch. Ja. Oh, en dan mag ik zo een hele buis spullen voor 2,50. Maar hoe gaan we verder, want ik zie jou natuurlijk nog niet. Ja, moet je iets naar beneden doen. Kan je hem even draaien? Ja, je kan hem draaien. Zo. Oh ja. Oh, oké. Okay. Dit voor 2,50. Oh, dat is lekker. Maar, oh, de boompjes. Echt, you made my day, eerlijk. Ik was helemaal verliefd op dit snoepvoer. Ja. En ben nog steeds. Mm. Oh,
Oh, lekker. Nou, ik loop wel met je mee. Ga je afrekenen? Ik heb hier cola, sushi apple en tutti frutti. Okay. En dan heb je hier ook nog cotton candy, bubblegum en strawberry cheesecake. Als je zegt. Ik ben echt zo blij dat ik had gelukt. Woehoe! Tot zo. Zo, toen zaten we weer in de auto. En dan hebben we in totaal ongeveer 4 uur, 5 uur in Den Bosch doorgebracht. Kun je eigenlijk gewoon niet voorstellen. Je bent om 10 uur in Den Bosch en je gaat om 4:15 ga je pas weer 4:45 ga je naar huis. Nou, we hebben ook een vracht. Ik krijg hem er ook niet tussenuit. Dit is mijn volle tas. Dat deed je toch vorige keer ook, die poort? Oh ja, dat was iets met kenteken of zo, weet je? Kenteken, denk ik. Nou ja, dat zal wel. We moeten eventjes... Ja, dat had ik net kunnen doen. Ik had ook dat er zo'n dodo in die auto zit. Hallo mensjes, nou we zitten lekker bij de Mac. Eten we nooit. Nou, we hebben net wat besteld, omdat de McDonald's, net als de Burger King, dat heb ik dus gezien vanmiddag, 50 jaar bestaat, krijgen we een muntje. Dan krijg je gewoon geld toe. Ja, eigenlijk wel. En dit muntje kun je tot 2 augustus, het ligt vanaf 2 augustus, kijken. Maar 5 verschillende limited edition designs Big Macs ophalen. Dat gaat wel makkelijk. Dat hebben we echt leuk bedacht. En ik heb iets heel leuks net gekocht en dat ga ik jullie dadelijk laten zien in de auto. Dus het is echt iets heel leuks. Kijk, dit vond ik lekker. Mama heeft koude limonade gekocht. Tot zo in de auto. Doei. En ik heb een heel leuk nieuwtje. Mijn haardroom is waarheid geworden. En dat gaat mama dadelijk ook thuis in mijn haar doen. Heel, heel blij. Ik heb een haarstuk gekocht. Niet 1, maar 2. Ja, wij gaan naar Mamma Mia. Here we go again. Leuk. Heel leuk. En mama heeft een nieuwe zonnebril. Oké, nou, we draaien even rond. En vinden jullie? Ja, sta. Ho, rustig. Ja. Tadaa! Ik heb een fotootje met mijn telefoon genomen. En daar zijn we weer. Toen had ik mijn haar extensions in. Het krulde aan de onderkant heel dik in, maar ik vind het wel heel gaaf. Alleen wij hadden het gekocht en nou, ik heb ook een set extensions thuis. Die zijn ook wel donkerblond. Alleen daar zitten al van die speldjes in die je erin vast moet zetten, zeg maar. En deze moesten we dus heel anders gaan bevestigen. Ik heb mijn flesje uit. Dus deze zakken een beetje uit. Oh, ik heb hier een flesje lemon erin. Nou, wij gaan nu onderweg naar Marketplex. De bioscoop. Als ik dit zo flesje open krijg zonder dat ik het kapot open spuit. Jongens, dit is een beetje moeilijk. Altijd als we ergens heen gaan, moeten we heel vroeg erheen, anders zijn we altijd laat. Nou, heel vroeg erheen. We zijn gewoon heel laat erheen gegaan. Dus, wij hebben de zin in. Mama mia, here I go again. My, how can I resist you? Nou, en na de film, laatste stukje. En dan loop je in één keer in de Arcaplex bioscoop, in Tiel, s'avonds rond 8:00. Jongens, en het is niet makkelijk, trap lopen en filmen. Hallo. Hoi. Als het mag, dan mag het toch? Nee, ben niet gek. Wij zijn nu bij Mamma Mia. Fucking leuke film. Nou, we ronden even de video af, zoals ik al net zei, met mijn mooie haar. Dat mag wel een keer gezegd worden.
En we waren bij de bioscoop, nee, de bioscoop Metro Tiel. Ja. Een van een Arcoplex bioscoop. Heel erg leuke film. Ja, een aanrader. Mamma Mia. Met allemaal muziek van ABBA. Heel erg gaaf. Echt leuk. Zeker weten. Zeker weten. Hebben we nog een selfie genomen? En misschien hebben we schommelen. En misschien hebben we wel weer abonnees erbij. Ja! Oh nee. Duimpje omhoog voor de mensen van bioscoop Metro Tiel. Yeah. Maak het nummer 28 of 29. Zo, dan ben ik het allemaal. Heel fijn. Doei!